Dit programma wordt u aangeboden door lokaal en snel drukwerk.nl. Emerald in Delfgauw is een van de eerste wijken waar het omgekeerd afval inzamelen wordt ingevoerd. Gisteravond was een bewonersbijeenkomst. Maar liefst 450 wijkbewoners waren van de partij. Een overgrote meerderheid ziet de plannen totaal niet zitten. Wethouder Jaap van Staalduinen blikt terug op een bewogen avond. Ja, het is zo dat je als wethouder dit niet zo vaak meemaakt. Ik stond voor een groep van zo'n 450 mensen uit Delfgauw die zich in overgrote meerderheid zorgen maakten over de plannen die we hebben met het afval inzamelen. Ik heb het een hele boeiende avond gevonden. Ik heb ook gehoord dat de mensen op zich heel erg bereid zijn om mee te werken aan een verbetering van het afvalscheidingspercentage. Maar wat ook duidelijk was, dat men zich grote zorgen maakt over de kliko in de tuin. In Delfgauw is de situatie wat anders dan in diverse andere wijken in Pijnakkernauwdorp. Ze hebben daar voor zo'n 30, 35 woningen ondergrondse containers. En dat betekent dat ze daar het verschijnsel kliko niet hebben op dit moment. En als dat wel zou worden ingevoerd, dan heeft dat een aantal praktische consequenties. Er zijn bijvoorbeeld woningen die geen of een hele kleine voortuin hebben. Er zijn zelfs woningen die een achtertuin hebben, maar geen achteringang. Die zouden bij wijze van spreken de kliko door het huis heen steeds moeten transporteren. Nou, die maken zich uiteraard zorgen en die willen dit eigenlijk liever niet. En ik heb heel sterk gehoord dat men op zich met ondergrondse containers heel tevreden is en naar mogelijkheden zoekt om door bijvoorbeeld een aanvulling daarop dat scheidingspercentage toch te halen. Hoe gaat de gemeente de partijen dichter bij elkaar brengen? Op basis van wat gisteren met de mensen en met de leden van de klankbordgroep al is afgesproken. Ik heb aangegeven dat juist door dit concept wij minder kosten verwachten en een beter scheidingspercentage. Ik zie goede mogelijkheden om dat concept ook toe te passen in Delfgauw of in delen van Delfgauw. En we gaan proberen met die klankbordgroep die verschillende methodes of die verschillende varianten met elkaar te bespreken. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, het kan zijn dat wij niet tot een gemeenschappelijke optie komen. Ja, dan moeten wij op dat ogenblik de consequenties daarvan onder ogen zien. Maar op dit ogenblik ga ik ervan uit, ook gezien de grote betrokkenheid van de bewoners, dat er goede mogelijkheden liggen om eruit te komen. En als het niet lukt, wat zijn dan die consequenties? Als het niet lukt, zijn de consequenties dat ik terug naar de raad zal moeten en zou moeten aangeven dat wij ons opnieuw moeten beraden over het concept omgekeerd inzamelen. Het is namelijk erg belangrijk dat bewoners het draagvlak, of dat er bij de bewoners het draagvlak bestaat voor deze manier van inzamelen. Het is belangrijk dat we wat dat betreft tot een goedkopere manier van afval inzamelen komen. En het is belangrijk dat we dat scheidingspercentage halen. Want dat wil ik nog wel even benadrukken. We zitten op dit ogenblik op zo'n 45-47% qua scheidingspercentage. Volgens nationale regelgeving moet dat naar de 75% in een paar jaar. Daar moeten we echt wat voor doen.